Dames en heren, welkom bij een nieuwe video. We gaan vandaag even reageren op NPO 2. Ik was van de week bij NPO 2 voor Stand van Nederland. En het ging over finfluencers en het was weer een heerlijk journalistiek item. Dus laten we gewoon gaan kijken. Hoe ga je expert te zijn om rijk te worden? Geldvrienden, 10.000 euro per maand verdienen. Kijk, dit gaat zo meteen echt heel goed beginnen. Moet je kijken hoe zij er dadelijk bij zijn gekomen. Ofwel financiële vrijheid. Duizend euro's aan het. Die wilde ik nou niet. Ik zat wel weer in een rijtje hoor. Ja, het is wel weer een lekker rijtje. Ja, een heerlijk rijtje. De influencer lijkt het te hebben. Ja, nee, ik hoor als jij hun lekker advies opvolgt, nu instapt, die is altijd een geweten hond, hè? Zo ook jij binnen no time financieel onafhankelijk zijn. Hoe snel jij financieel vrij gaat worden. De influencer verkoopt jou zijn of haar droom. Maar realistisch is het. Ja. Oh, dat kan toch niet? Nou, dat zit er nou voor een green screen met een strandbal ook. Wil jij dat nou ook? Dat ziet er niet uit. Een cursus bijeenvullen. En dan zit je er misschien net zo warmpjes bij als ik. Goed voornemen voor het nieuwe jaar, toch? Maar wat doen die finfluencers nou eigenlijk? Nou, vertel. Honderden finfluencers vragen op social media om jouw aandacht elke keer hetzelfde en jouw deelname aan hun cursus. Ik wil ook gewoon saai. Gerben Evers, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters, is bekend met deze content. Als we naar de finfluencer zouden moeten luisteren, dan kan ik over een paar jaar hier wonen. Ja. Zonder regen, trouwens. Ja. Wie zijn die finfluencers nou? Nee, het zijn eigenlijk influencers, dus iemand die een bepaald product of dienst willen verkopen. Oh, dan joh. Een financiële dienst of een financieel product. En dat gaat via Insta, via YouTube, allerlei kanalen waar het heel makkelijk is. Ja. En vroeger deden mensen dat ook en dan deed je het, hè, je moeder die keek naar je filmpje of je tante Annie. En tegenwoordig kan iedereen erbij en iedereen bekijkt het. De een doet aan dropshipping, de ander die Wat ze dus doen in het item is heel raar, want ze hebben het over finfluencer. En vervolgens laten ze René Kooijman zien. Twee guys in Dubai die een salescursus verkopen. Het heeft helemaal niks met financiële informatie te maken. Ze gooien alles op één hoop, zeg maar. Dus ze maken weer een totaal onbenullig item eigenlijk. En het is niet een aanval op die presentatrice of zo. Het is een hele aardige vrouw, die deed het best wel goed. Maar je merkte heel erg, toen ze mij ook belde, dat de regisseur achter de schermen, dat was degene, zeg maar, met de controle 100 km per uur. Met de agenda. Dus dat was degene die stelde de echt vreemde vragen. En die presentatrice, ja, die voerde het gewoon uit. Maar zij dacht daar niet verder niet over na of zo. Dus zij was gewoon prima. Maar goed, ze gooien alles bij een hoop en daardoor heb je eigenlijk niks. Laten we verder kijken. Aandelen. En de ander die verkoopt eigenlijk cursussen. Althans, zij zeggen dat het een opleiding is, maar laten we het eventjes een cursus noemen. Zijn dat allemaal finfluencers? Ja, het kan. Het ligt een beetje aan wat voor type cursussen worden gegeven. Maar als het cursussen, het doel van een cursus is om heel snel rijk te worden. Ja. Dan gaat het waarschijnlijk om dat je ergens in investeert of andere mensen om te investeren proberen te krijgen. Ja, dat lijkt dus heel erg op influencing. Ja. Je kan andere zaken aanbieden. Dat heeft er misschien iets minder mee te maken. Maar alles wat zich richt op snel rijk worden door middel van investeringen, ja, dat heet in de volksmond influencer. Mees Wijnands is 22 jaar. Ondernemer en actief op social media, waar hij onder andere reclame maakt voor beleggingsplatforms. We hebben geen cursus verkopen. Is het een goed moment om te beginnen met investeren? Antwoord is eigenlijk altijd ja, maar dan moet je wel dit begrijpen. En dat heeft hem absoluut geen windeieren gelegd. Vind jij jezelf een influencer? Ja. Ja, en wat is dat dan precies? Denk ik. Nou, iemand die financiële content maakt. Dus dat doe ik. Dus dan ben ik per definitie een influencer, ja. Ben je financieel onafhankelijk? Of wat betekent dat voor jou? Financieel onafhankelijk zijn betekent voor mij dat je sowieso, ja, ik heb nu vrij hoog uitgavenpatroon, dus ik moet het wat hoger in gaan zetten. Maar het is wel comfortabel elke maand om te komen. En dat je eigenlijk al je droom achteraan wil gaan. Zodat je een mooie auto hebt, mooi huis. Gewoon helemaal comfortabel, alles wat je hartstikke begint. Ja, want ik zag ook iets voorbij komen op TikTok dat je 22.000 euro in de maand kon verdienen. Klopt, ik heb een tijdje geleden een week TikTok en zo. Toen promote ik verschillende brokers aan mijn audience, zeg maar. En daar krijg je dan een visie voor. 3 maanden gratis proberen, daar is maandelijks opzegbaar. Meld je snel aan, je link in bio of stel niet. Influencers doen meer dan alleen het tropisch jaar. Want zij begrijpen gewoon dat het hele item heeft geen punt. Het gaat nergens naartoe. Dus zij gaat dan terugrefereren aan die 22.000 euro.
Ja, oké, dat heb ik verdiend. Maar ik zeg niet tegen anderen dat jij dat ook kan verdienen of zo met die content. Die content gaat heel ergens anders over. Zeg maar net zoals dat Joël Beukers zegt van ja, je kan naar de sportschool gaan of zo. En daar geld mee verdienen. Dat zegt hij helemaal niet. Maar hij verdient er wel geld mee, snap je? Alleen het is gewoon een goed ding voor iedereen om naar de sportschool te gaan. Het is een goed ding voor iedereen te investeren in aandelen. Dus het hele item, ze begrijpen 0,0 begrijpen ze waar het over gaat eigenlijk. Ze hebben gewoon nul research gedaan, zoals altijd. Waarom geef je hier belastinggeld aan? Ze bieden ook cursussen aan ter vervanging van het klassieke onderwijs. Alleen is vaak niet duidelijk wat zo'n cursus kost en wat je er precies leert. Om succesvol te zijn, deals te kunnen sluiten, of commissie in je zak. Ja, dit is ook wel weer echt, ik weet niet wie dit is. De close quote. Deze drie sales technieken hebben... Je wordt echt in een rijtje gezet ook, hè. Ja, maar kijk, deze vanuit guys het koude en dus heel compleet iets anders. Wat anders dan ik. Gewoon, ja. Het is ook niet eens Finfluencer. Zij maken gewoon content over sales en zo. Zijn, ja, nee, we zijn gewoon coaches. Ja, die zijn gewoon coaches inderdaad. En ook onbekende coaches ook. Regenachtige Nederland spreek ik de 26-jarige Jesse en 24-jarige Bobby. Jullie wonen niet in Nederland. Ik word echt gek van een advertentie van YouTube. Echt mooi te zien. Nee, ik woon in Dubai en Marbella. Ze hebben nu laatst recent onze woning in Marbella hier geregeld. Maar we zitten ook inderdaad een aantal maanden dit jaar vaak in Dubai. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Je hebt een stukje vrijheid met zich mee. 9-5 is vaak ook gezien als een stukje ergens op een kantoor werken. Een vaste werkplek, vaste uren. Er zijn er van de stereotypes dan precies 9-5 dingen niet gaan gebruiken. Te willen en te kijken naar een andere manier van leven waarbij wij zelf... Ja, het echt zijn eigen handen hebben waarbij je zelf bepaalt hoeveel uren je kunt werken, wanneer je werkt, waar je werkt. En in die zin ontsnap je uit die setting van het traditionele kantoor. Wel beter zeggen. Vaste uren werken. Kijk, geen haat naar hun of zo, maar wel een beetje. ja, ik vind het persoonlijk niet echt lauw. Maar... Nee, ik ook niet. Maar ik vind ook de flex eigenlijk. Ik vind de flex tegenwoordig niet meer om naar Dubai te gaan. Dat kan iedereen wel. De flex is eigenlijk om gewoon in Nederland lauwe shit te doen. Ja. Dat is eigenlijk zo lauw. In Nederland die gouden auto's hebben. Ja. Online, maar ook soms op locatie. Aan zowel particulieren als ZZP'ers en bedrijven. Oké, en wat leer je dan in zo'n training? Wij leren mensen communicatietechnieken, psychologie, menselijk gedrag. Hoe je met bepaalde woorden kunt spreken, hoe mensen te overtuigen bijvoorbeeld. Sales is natuurlijk gewoon een skill dat heel veel te maken heeft met menselijk gedrag en communicatie. Het is gewoon en heel veel mensen zijn zich daar niet van bewust, maar het is wel het belangrijkste onderdeel voor elk bedrijf natuurlijk. Want zonder sales kan je als bedrijf natuurlijk niet voor blijven staan. Dus dat zijn vooral de dingen waar we focus aan hebben. Online trainingen, online video's, scripts, documentatie. Alles erop en eraan om mensen echt om te toveren in salesmonsters, om het zo te zeggen. Een salesmonster worden, eigen tijden bepalen en vooral lekker cashen. Michiel Kalverduin weet alles over social media en dus ook over finfluencers. Hij leert leerlingen op het voortgezet onderwijs hoe te navigeren in de digitale jungle. Nou, ik denk dat op dit moment iedereen die... Met alle respect naar Michiel Goverda en naar middelbare schoolleraren en zo. Maar die weten gewoon niet waar het over gaat. Nee. Dus die moeten zich lekker vooral bij wiskunde houden en zo. Maar dit staat natuurlijk nergens op. Want Michiel heeft nog nooit een video geüpload waarschijnlijk. Ik heb hem tenminste nog nooit gezien. En die gaat dan nu vertellen over mij en over andere gasten wat wij daar precies doen. Dat kan je toch beter aan mij vragen? Ja. Maar dat doen ze niet. Dat laten ze eruit, weet je wel. En dat was nog het leuke ook. Ik was met haar in gesprek. En het gesprek duurde dus echt een half uur of zo. En het hele item duurt maar 20 minuten. En uiteindelijk, zij stelt dus die framende vragen aan mij, zeg maar. Dus zij zegt van, oké, jij hebt ook zeker je school niet afgemaakt. Maar ik heb gewoon mijn school wel afgemaakt, ik ben nu bijna klaar met mijn master. Dus ik zeg dat gewoon. Zij van, oh. En je ziet gewoon in haar hoofd van, maar dat kan toch helemaal niet. En daarna stelt ze de vraag van, maar woon je ook in Dubai of Bali of zo? Ik zeg, nee, ik ben nog nooit geweest, ik woon gewoon in Nederland. Oké. En raad je dan ook mensen aan om met hun school te stoppen? Nou, dan gaf ik ook gewoon een heel normaal genuanceerd antwoord, zeg maar. Ik zeg, jij bent... En je verkoopt ook geen cursus, zag ik, hè? Nee, verkoop ik ook niet. Oh, ja. Maar je zag gewoon in haar hoofd, zeg maar, het kon niet. Zij stelde al die vragen en al die guys zeiden natuurlijk, ja, ik verkoop een cursus, ja, ik zit in Dubai. Maar bij mij is het gewoon op een gegeven moment heel anders. Dus aan het einde had ik een beetje uitgelegd waar ik nou die content over maak. Dus dat investeren in aandelen over een lange termijn goed is. En dat het eigenlijk niet fout kan gaan. Dat kan gewoon niet fout gaan. Dat mag je officieel niet zeggen, maar dat kan gewoon niet.
als je investeert in de grootste 500 Amerikaanse bedrijven, dan de enige manier waarop dat fout kan gaan is als de hele Amerikaanse economie instort. En dat is alleen als er een kernoorlog komt met Rusland. Dus dan ben je sowieso de lul. Dus dat boeit niet. Dus op een gegeven moment, aan het einde stelt die regisseur nog een soort vreemde vraag van oké, maar doe jij dat dan zelf ook? Of vind je dat wel goed, omdat je dat kan zeggen van dat het dan niet fout kan gaan? En toen ging die presentatrice, ging de regisseur verbeteren. En dan ging ze eigenlijk uitleggen wat mijn mening was. Dus toen dacht ik, oké, dan heb ik het wel goed verteld tegen haar. Ja. Laten we nog een stukje verder skippen, want Michiel boeit niet veel. Ik kan het ook in die gast leggen, want hoe meer aandacht krijgt, toen ging die man ook mij les lezen over e-commerce online. Toen ik daar moest op die middelbare school, toen dacht ik ook, ja, houd je informatie, heb een boekje voor je opleggen. Ik heb spullen verkocht. Ja, maar jij hebt een keer, gast, jij hebt een keer bij school marketingles gehad. Ja. Toen moest je een plan maken. Ja. En toen stelde jij voor om een evenement te promoten met Facebook ads. Natuurlijk gewoon wel best een onvoldoende. Onvoldoende. Je moest flyers uitdelen in de binnenstad. En posters op het schoolgebouw hangen. Ja. De financiële gezondheid. Een custom poster voor €500. Hè? Maar €500 aan adspend uitgeven, dat gaat te ver. Ik heb wel eens voor de grootste een keer iets opgezocht. Nou, daar kocht iets van. Moest je iets, nou wat zou het zijn, €120 betalen. En dan zei je binnen zoveel tijd zou je zoveel geld kunnen maken. Maar nou, dat ken ik niet. Ik dat kan wel! Ja? Ja. Waarom? Dat kan wel, ik vind het. Dat is het hele punt. Ja. Wat zei hij nou? Te ver van mijn bed. Hij zei dan, hij leest natuurlijk ook weer niet goed in. Hij zegt, oké, als je gewoon 30 jaar lang €120 per maand of zo wegzet, dan op een gegeven moment heb je een hele hoop geld. Dat kan niet. Nee. Tuurlijk kan dat maar wel. Het zit bij reken hun. Even uit. Er zit bij hun een heel groot misvatting van, nee, je wordt ook niet gelijk rijk als je een cursus koopt. Natuurlijk niet. Maar als je het een jaar doet, je blijft het oefenen, je blijft ontwikkelen, dan kan je er wel veel centjes mee verdienen. Ja, bro, maar mensen zijn gewoon, kijk, ze zijn nu allemaal ook in de veronderstelling dat als jij dus, hè, ik zeg niet dat die cursus van die salesgasten goed is, want ik ken het niet verder. Maar als je bij hun cursus koopt, dat je dan wordt opgelicht. En iedereen die eigenlijk je cursus koopt, is eigenlijk de dupe. Maar niemand houdt een pistool tegen je hoofd dat jij een idealbetaling moet voltooien aan hun. Of dat je je creditcardgegevens moet invoeren. Niemand doet dat. Je voert het gewoon zelf in. Het is je eigen keuze. Maar bij de NPO doen ze altijd, en dan doen ze structureel, alsof elke Nederlander een Mogol is. Maar wij kunnen prima zelf beslissen of we iets wel willen kopen of niet. Hetzelfde met regelgeving over roken en alcohol en al die shit. Hiervoor staat ook weer een reclame van dat alcoholgebruik slecht was. Maar wij kunnen dat prima zelf beslissen. De echte Mongolen werken bij de NPO. Denk ik, te makkelijk geld verdienen is spannend. Ja, ik heb er niet voor gestudeerd, ik heb er geen verstand van. Nee, maar zij ook niet. Nee, maar is het wel echt? Wij trekken ons eigen plan. Open de rekening, investeer structureel een vast bedrag in aandelenfondsen. Doe dat voor de komende 30 jaar. Wat René zegt. Wat René Kooijman, die wordt overal altijd aangepakt. Ja, hij is elke keer de lul. Maar wat hij zegt is niks mis mee. Alleen hoe hij het profileert, kijk, met dat witte overhemd zo voor palmbomen en zo. Dit ziet er heel erg tweedehands autoverkoper uit. Maar op zich, wat hij zegt, is gewoon hartstikke prima. Ja. Dus ik zou iets meer respect voor René willen, want het is gewoon prima. Misschien moet hij ook wat water bij mij doen en even anders gekleed opgaan. Wat zeg jij daarover? Ja, schitterend. Schitterend vind ik. Zij probeert je op zijn klik te krijgen, zodat hij daar iets voor terugkrijgt. En dit zijn de meest gevaarlijke. Dus je hebt de influencer die gewoon goed moet praten. Hij geeft nog echt wel een goed advies. Namelijk, beleg voor lange termijn. Doe geen domme dingen. Dus laat je ook informeren. Maar daarna, dan denk je van, oké, dat is dus iemand die mij een goed advies geeft. En daarna trekt hij me helemaal naar zich toe door te zeggen van, ja, maar luister niet naar experts, details doen er niet toe. En 12% rendement. Ja, dat zijn drie dingen. En alle drie het slechtste advies zijn. Je moet je wel laten informeren. Je moet je wel laten adviseren. Als je het zelf niet weet. En 12% krijg je nooit. Dat krijg je niet voor elkaar elk jaar. Dus hij zet in dat hij het hem vertrouwt. En gaat daarna vertrouwen aan de hand. Marcel had jouw 30%. Dus aan het begin van dat je geld kwijt is. Kwijt hoe je geld kwijt bent. Dit is een gevaarlijke trend dat er steeds meer lijkt te komen. Ja, kijk, op het moment dat het dus iets is wat aanslaat en we dus niet meer kunnen onderscheiden online iemand geaccrediteerd financieel
financieel advies kan geven. Of dat het gewoon iemand is die op zijn zolderkamertje doet alsof hij heel rijk geworden is. En dat die steeds grotere vormen komt, dan kan dat natuurlijk gevaarlijk zijn. Want dat veel mensen dan... Maar daarom is social proof wel belangrijk. Dus luister gewoon alleen naar mensen die social proof hebben. Dus niet naar Michiel, want Michiel heeft geen social proof. Maar mensen zoals een... Joe Beukers, Andrew Tate, noem maar op. Iman Gatsi, die social proof hebben. Die hebben laten zien van, hey, ik weet hoe het werkt. Daar moet je gewoon naar luisteren. Ik kan dan kan je prima zelf filteren, weet je. Daar hebben we niet een regelgeving voor nodig. En het mooie van al die experts is die wel een dingetje hebben. Die hebben gewoon een hbo-opleiding tot financieel controller afgemaakt. Die hebben een papiertje. Maar die zitten gewoon elke dag op een kantoortje ergens in Amsterdam-Zuidoost te werken. Dus die hebben weer geen social proof. En hij zal dat je daar wel naar moet luisteren. Dus dat is een beetje heel raar. Ik vind die gehuurde auto's zo vind ik ook allemaal... Ja, dit is zo fout. Daar moeten we ook van af, man. Want iedereen kan dan een auto huren. Doe maar voor één dag de Ferrari. Maar ik vind het ook zo fout dat hij dan met die wijven gaat flexen, man. Ja. Dat vind ik gewoon echt ordinair. Maar ook overduidelijk gewoon die kont filmen van... Ik ben aan het chillen met een wijven met een dikke retel. Ja. Dat vind ik een beetje... Ja. Of dat je op een Insta-story kijkt, dan zijn ze op date en dan zie je zo die... Die inkijk van die meiden, denk ik, zo ordinair. Dat vind ik ook. We moeten gewoon af van dat stigma, Dubai, auto huren, dat kost misschien 1000 euro voor een dag, dan heb je Ferrari. Maar in principe, als iedereen dat spaart, kan iedereen dat wel doen. Ja, dus een beetje opzij zet. Klopt. Dus ja. Maar ik weet niet. Dus pas als je een Nederlands kenteken hebt, dan het PNG. Bro, weet je hoeveel bijtelling ik heb betaald vorig jaar? 25k of zo. Dat moest erbij. Kalis. Jesse en Bobby geven naar eigen zeggen een opleiding. Maar is dat iets waard en wat kun je daar nou eigenlijk mee? Niet bepaald wanneer je een bepaald niveau hebt behaald. Het is natuurlijk het verschil tussen een traditionele opleiding en een moderne opleiding, zoals wij het dan misschien hier zo doen. Maar wij leiden mensen wel op en wij leren mensen daadwerkelijk een verschil. Nou, geloof ik wel. Ja, tuurlijk. Ik geloof ook best dat ze dan financieel zijn. Dat je naar school gaat, 4 jaar studie doet en diploma krijgt bij van. Wij kunnen mensen een diploma geven, alleen dan is het een stukje papier dat in principe geen waarde heeft. Wij bepalen natuurlijk niet zelf van oké, wanneer iemand toegetroefd is, dat doet de markt. Wij zitten zelf ruim 10 jaar in sales, dus we weten. Maar gewoon maar vraag naar eens. Grote bedrijven, corporates, kleine ondernemers, veel verschillende bedrijven. En dan weet je wel, nee, dit is waar een organisatie naar op zoek is. Dus de markt, die bepaalt uiteindelijk wanneer iemand toe te doen is of niet. Maar hoe zit dit wettelijk gezien? Mag dit allemaal zomaar? Casper Rooijakkers is jurist in het financiële recht en weet precies welke wetgeving. Ja, nee, dit gaat ook weer nergens over. Dus hij gaat nu zeggen, mag dit allemaal zomaar? Maar ze hebben ten eerste niet gedefinieerd wat dit allemaal is. Dus het gaat van salesgasten tot vastgoedgasten. Tot mensen die een financiële cursus verkopen. Tot mensen die dat niet doen. Tot mensen met het beste AI-bedrijf van Nederland. Precies. Het gaat over gewoon alles. Dus hij gaat nu zeggen. Ja, dit mag gewoon. Want er is geen specifieke regelgeving voor. Nou, logisch. Laten we even verder skippen. Tot jij weer komt. Tot ik weer kom, inderdaad. Dat advies gaat geven. Als jij dat bent, dan zou je zeggen. Goh, wat is je baan? Wat is je inkomen? Wat is je doel? Oh, je wil binnen 3 jaar wil je financieel onafhankelijk zijn. Nou, dan zou ik deze specifieke aandelen kopen, want dat past bij jou. En dan ben je beleggingsadvies aan het geven. En daar heb je een vergunning voor nodig van de AFM. Ik zeg eigenlijk ik zei letterlijk, what the fuck. Ik letterlijk, voordat het werd opgenomen, zij vroeg van, mag jij wel advies geven, want je hebt geen AFM-vergunning. Toen zei ik letterlijk dat gewoon. Wat die guy ook zei, wat die advocaat zei. Voor een lange periode. Heb je een vergunning? Nee, ik heb geen vergunning. Oké, is dat niet tricky om dan het werk te doen wat jij doet? Nee, niet echt. Wat ik zeg is gewoon algemeen. Dus ik ga tegen camera en ik zeg van oké, wist je al dat deze status niet bestaat eigenlijk? En wat mensen dan zelf doen, moeten ze lekker zelf weten. Oké, dus jij vindt de video's die jij op het internet gooit is geen persoonlijk advies. Dat is voor iedereen toegankelijk. Dat is gewoon informatief, ja. Okay. Educatie. Klik dan op de link hieronder. Klik op de link. Ik stap op. Klik op de link. Hit me op. En ook naar mij. Sluit je bij mij aan, dan word je zelf ook succesvol. En er is natuurlijk een risico dat helemaal niet goed pakken, zo is. Want als het zo makkelijk was geweest, dan waren we allemaal wel miljonair geweest. Ja.
Ik kan het filmpje ook maken. Kijk, als je lid wordt van de VNB, dan is dit je huis over 4 jaar. Ja, iedereen heeft zo'n huis in Nederland. Geloof me, echt nu lid wordt. Dat doen zij ook. Ze pretenderen dat het van hen is. Maar als ik dan toch heel graag zo snel mogelijk financieel onafhankelijk zou willen worden. Ja. Wat is dan de tip die jij mij kunt geven daarover? Goed onderhandelen met je ouders over het zakgeld. Voor de echt jongeren. Goed onderhandelen met je werkgever dat je betaald krijgt voor hoe goed je je werk doet. Probeer zo goed mogelijk op te leiden en begin op tijd met beleggen. Maar jezelf opleiden is ook gewoon... Hij gaat nu precies hetzelfde zeggen wat ik altijd zeg. Dan kan je op je 65ste een geweldig leven hebben, prima wonen, financieel onafhankelijk zijn. Dan moet je wel 40 jaar geduld hebben. Ja, snel geld. Joh. Proost, hij zat op het einde gewoon letterlijk de hele boodschap van al mijn video's altijd. Gewoon letterlijk één op één hetzelfde gewoon. Dat is toch bizar. Maar ik snap die NPO niet. Kijk, het zijn allemaal hartstikke aardige mensen hoor, daar niet van. Maar ze maken gewoon echt kutjournalistiek. Want dit is gewoon echt journalistiek van Likmevesje. Dit is een soort groep 8 middelbare school project. Met budget. Ja, met budget. Je hebt er gewoon helemaal niks aan. Ze stellen aan die man een paar vragen. Vrij. Is dit oké? Okay? Zegt hij nee, vervolgens herhaalt hij precies wat ik zeg, dan is het toch wel oké. Okay. Maar staan we op. Dus die man heeft geen idee waar hij over praat. 75 meter. Die man heeft dus nog nooit naar zo'n video gekeken, dus waarom vraag je dan aan die man dingen over video's? Dat slaat nergens op. We moeten een beetje af, vind ik, van het hele gedoe dat alles maar eng is en alles is maar oplichting en zo. Mensen kunnen prima zelf nadenken en daar hebben we helemaal niet de NPO voor nodig of regelgeving of de AFM of zo. Laat die mensen gewoon lekker, weet je. En we rijden nu naar Amsterdam. En daar mag je dadelijk ook 30 km per uur rijden. En daar word je helemaal moe van natuurlijk. Dat staat helemaal nergens op. Dus Cherry, fix het even snel. Laat je horen voor Lil Motherfucking Kleine Scheveningen. Kom me checken in de buurt, kijk hoe ik in mijn wijk blijf. Ik zie je geil als je lang naar mijn wijf kijkt. Het lijkt me beter als je zusje even thuis blijft. We houden niet van het blijf van mijn lijf. Ik weet niet wat ze van me moeten en wisten. En schat, we kunnen